ja, hoe kun je nou weten of iets betrouwbaar is of niet? Dat is best lastig. En als je veel voorkennis hebt op een bepaald onderwerp, is het vaak makkelijker te beoordelen. Want dan heb je een soort referentiekader waar je tegenaan kunt zetten. Weet je, als je iets zoekt over gezonde voeding en je komt op de site van McDonald's, nou ja, dan kun je je afvragen, hè, hoe betrouwbaar is die informatie. Maar heel veel mensen weten bijvoorbeeld van, oké, dan ga ik naar voedingscentrum.nl, want ik weet dat is toch een redelijk betrouwbare organisatie, daar vind ik goede informatie. Dus achtergrondinformatie is van belang. Maar verder kun je ook wel, zijn er wel wat richtlijnen. Bijvoorbeeld als je naar een URL kijkt en je vindt een URL met .com, laat maar zeggen. Ja, dat is een commerciële organisatie. Dus ja, hoe betrouwbaar is dat als je iets wil weten over voeding bijvoorbeeld. Dus zo zijn er wel zaken waarnaar je kunt kijken en ook informatie verifiëren. Je vindt ergens iets, kijk eens op een andere site of je diezelfde informatie vindt. Is dat gekleurd of niet? Maar ook, is het een wetenschappelijke site of is het een blog van iemand of een krantenartikel? En van welke krant is het dan? Zegt dat nog iets? Dus zo zijn er wel wat tips en trucs te bedenken voor leerlingen om aan te geven van waar kijk je naar of iets betrouwbaar is of niet.